Goedemiddag meneer Roosboom, voorzitter van de historische vereniging Averist. Nou, een wens is voor u in vervulling gegaan, want zo net was de opening van de scheepswerf, de timmerij en de smederij. En dat is dus een complex. Vroeger had je dus een scheepswerf, 14 scheepswerven in Nederland. En wij vonden dat we zo'n scheepswerfje moesten terugbouwen om dus een stuk geschiedenis te laten herleven. Dus vandaar dus die smederij waar we met metaal werkten, metalen bootjes en lassen gingen en met klinknagels werkten. Timmerwerkplaats om het interieur erin te bouwen voor een kajuitje en zo. En een helling, een dwarshellingtje, die had je vroeger dan. En met rails die het water in gingen, met een paar lorries erop. En dan trok je zo een boot eruit en je liet hem er ook weer in glijden. Dat hebben we teruggebouwd en dat kunnen we nu laten zien aan iedereen die wil het zien. En we gaan ook samenwerken met scholen. Hè, dat de jeugd ook die oude ambachten, die nu zo bijna zijn verdwenen, dat die weer herleven. Dat is onze doelstelling. Het ziet er ook prachtig uit. Maar wanneer zijn jullie begonnen met deze plannen? Een jaar of 5 geleden, toen hebben we gezegd van nou, we hebben die gashouder, die is toen geopend in 2010. Wat is ons volgende project? Nou, toen zeiden we gaan een werfje bouwen. We hebben een aantal jaren hebben de plannen voor gemaakt. We zijn heel Nederland door geweest, foto's gemaakt, tekeningen door architect laten maken. Nou, en ook bij smederijen, timmerwerkplaatsen, op het internet, de marktplaats gezocht naar allerlei spullen, oude spullen en zo. Dus zo langzaam maar zeker hebben we alles vergaat. Met een groep van zo'n 25 prettig gestoorde kerels noem ik dat. En die hebben daar een aantal jaren aan gebouwd en mee bezig zijn om dat te realiseren. Dus het is echt een leuke club. Mannen, of zaken in dit geval dan, oude bouwvakkers in het hout, het metaal, oude scheepsbouwers. Nou, die kunnen hard ophalen, dus die hebben heerlijk genoten om dit te mogen doen. Maar nou heeft hij nog een droom, hè? Daar had hij het zo net over. Ja, we hebben nog een droom en die droom die blijft staan. Dat we toch eigenlijk dat kanaal weer open willen hebben. Of in ieder geval het ommekanaal waar nu die helling aan gebouwd is. Om die bevaarbaar te maken. Hè. We hebben net een stukje met de opduwen gevaren. Alleen je moet van brug tot brug. Je kunt een kilometer heen en weer. Nou, dat is veel te weinig vinden wij. Je moet helemaal kunnen varen van de Vecht uit Ommen naar Coevorden. Is mogelijk allemaal. Het water ligt er. Diephangers voldoende. Alleen je hebt obstakels. Nou, dan moet je op termijn moet je die obstakels moet je dus aanpassen. Dat er een bootje door kan door een beweegbaar te maken, die brug, of die brug hoger te maken. Nou, dat is onze insteek, omdat een stuk beleid van de provincie, gemeente, waterschappen, dat dus beleid wordt in de toekomst. Maar zoals vandaag zijn we toch weer een stapje dichterbij gekomen bij de droom. Precies, want kijk, nu hebben we hier dus een werf liggen. En goed, ik ken een verhaal uit de Bijbel, dat Noach, die bouwde de ark op het land en het water kwam er zelf. Nou, we hebben nu een werfje liggen. Hier kunnen we dus bootjes repareren, we kunnen ze bouwen. Alleen, dat moet bevaarbaar worden, dan kunnen die bootjes hier komen. Dus dat is het insteek. Duidelijk verhaal, bedankt voor het gesprek en een hele fijne dag vandaag. U en met al uw vrijwilligers. Hartstikke bedankt, graag gedaan. Werkplaats in de smederij. En jij gaat me er wat over vertellen wat hier allemaal te doen is en wat je hier allemaal kunt doen. Deze smederij is opgezet naar oud voorbeeld zoals er hier ook meerdere in Dedensvaart hebben gestaan. Compleet met een timmerwerkplaats naast de scheepshelling. Nou, als ik je deze machine even mag laten zien hier in de hoek. Hier staat een draaibank. Deze draaibank, daar kun je dus draaiwerkstukken mee maken. Dat zijn dus ronde werkstukken. En deze draaibank is zeker 100 jaar oud en wordt door riem aangedreven. Deze heb ik dan persoonlijk aan de vereniging geschonken. Met inclusief een beugelzaagmachine. En deze beugelzaagmachine is ook een van de eerste type zaagmachines.
En dat werd dan gebruikt om diverse metalen delen op lengte af te korten. Hier ziet u een hand aangedreven metaalboormachine. Deze boormachine, die dus inderdaad met een hand aangedreven moest worden, kun je dan gaten in werkstukken maken. Hier in deze hoek ziet u een smidsvuur. Dit smidsvuur is opgezet naar authentiek ontwerp. Maar wel zodat het nog kan functioneren volgens de dagelijkse eisen in verband met veiligheid en dergelijke. Deze twee heren die hierbij staan, die zijn hier ook vrijwilliger smid in het doen met veel plezier. Tony, je bent druk aan het werk in de timmerwerkplaats. Nou, druk, daar kun je zelf voor invullen als je wel wilt, die drukkerheid. Maar ik ben gewoon bezig, ik maak hier een paar gaten voor een klos die ik aan de wand wil maken. Dus en hij door gewoon een spieker deur houdt, dan heb je kans dat het hol gaat barsten, dus dan moet er in mijn gat in komen. Vooral gelijk, maar ja, deze timmerwerkplaats is nu vandaag geopend. Maar wat kunnen we hier allemaal zien? Nou, je kunt hier met name zien hoe als dus, toen destijds het hol bewerkt werd voor een, in de schepen aan te brengen. Zeg maar, er moest een kast in de schepen gemaakt worden, die werden hier geanimeerd. En als dan de schip in onderhoud kwam, dan werd de timmerman erop losgelaten om het houtwerk zo goed mogelijk en zo mooi mogelijk aan te maken. Maar nu hebben jullie hier een paar machines staan. Wat voor machines zijn er allemaal? Nou, dit zijn dus eigenlijk machines die als toen eigenlijk heel modern waren. Want we praten dan over hoeveel jaar geleden praten we dan? We praten over begin 1900. Zo'n beetje. Dus, en daar heb je dus een machine staan. Dat noemen ze dus een langgatboren. En daar zet je dus een stuk hol in. Hij is nog niet in functie, maar je zet niet dus een stuk hol in en dan gooi je een gat wil maken, dan kom je deze machine en kooi dus een langwerp gat erin maken. Want dan trok je deze boord die trek je naar voren, hè? En dan gang je met deze, maar het is nog niet soepel, dat moet nog allemaal soepel gemaakt. Maar dit ging dan heen en weer om dat gat ruimer te maken. Maar dan moest je gewoon met beleid moest je dat. Dat gat erin wordt. En dan hebben we een linszager staan. Dat kan mijn collega hier zo, die kan wel demonstreren hoe dat werkt eigenlijk. Kijk, nou is hier gewoon een lat aan het zaken bijvoorbeeld. Die als een lisie op een kast moet komen of iets dergelijks. En het wordt eerst gewoon op water gemaakt zoals je hem eigenlijk hebben wil. En dan wordt het later bewerkt op de werkbank met gladmaak, met schaven en profielschaafjes. En dan en zo ging dat eerder. Het ging toen al heel makkelijk in die jaren. En deze machine is ook 100 jaar oud? Deze machine durf ik niet met zekerheid te zeggen. Die kan jonger van leeftijd zijn. Dat kan. Maar de linszager is al ouder als in 1900. Hè? Maar nou zie ik in de hoek staat ook een mooie machine. Wat is dat dan? Dat is een schuurschijf, zoals dat noemt. Daar kun je dus het hout mee opschuren. Kijk wel in mijn demonstratie van Rema. Dat. We gaan kijken. Ja. Je hebt hier bijvoorbeeld een stuk hout waar dat eigenlijk nog niet mooi rond is. Kijk, dan willen we dat graag ronder hebben. Dan zet ik die machine aan. Begint dat ding te draaien, er zit een schuurband of een schuurplaat zit erop.
En dan kun je hem er zo aan langer drukken. Zo. En dan wordt hij vanzelf wordt hij mooier rond. En dan draai je hem een keer om. Dat je dezelfde vezel aan de andere kant eraf haalt. Zo'n beetje. En zo kun je dus een heel mooi glad resultaat krijgen met het stuk hout. Dus en, wat hij zo doet, en dan hou je de vinger niet stil.